Hey kijkers van Whatever Gamers, welkom bij een nieuwe video en welkom ook bij een nieuwe serie meteen. Dit is Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Ik ben heel erg fan geweest van de eerste en ik ben dus heel benieuwd of de tweede ook zo leuk is. Ik ben erg benieuwd naar jullie mening of jullie het ook leuk vinden, dus laat het vooral weten in de beschrijving. Ik heb zelf de game nog geen één keer gespeeld, dus ik zit ook de intro voor de eerste keer te kijken. En die wil ik dus ook gewoon even afkijken, dus... Het ziet er op dit moment wel vet uit op zich. Heel veel nieuwe dingen. Ik heb de eerste game wel een beetje gespeeld, maar niet heel veel of zo. Het is niet dat ik de game helemaal uit mijn hoofd ken. Maar ik hoop bij deze wel wat beter te gaan kennen. Ik vind de intro echt vet, dus ja, het ziet er goed uit. Nou, volg gelijk ons even op, hoe heet het? Oh, join gelijk via de Discord server bedoel ik. En abonneer op het kanaal, als je dat leuke video's vindt. Waarderen we enorm natuurlijk. Ja, dat ziet er leuk uit. Holy shit. Oh, wat is dit dan, joh? Ha, lachen. Dat doet me echt denken aan de Hulk, dit. Geen idee waarom, man. Weet je wel, de Hulk van Infinity War, die nieuwe. Dat is ook wel geinig. Oké, daar zijn we dan. Nogmaals, het is de eerste keer dat ik de game opstart. Dus jullie gaan alles meekrijgen voor mij, ook voor de eerste keer. Dus het zal even uitzoeken zijn hoe alles werkt en zo. Ik ben er niet zo goed in, maar... hopelijk gaan we er een heleboel episodes van maken, zodat jullie alles meekrijgen. Dan hoor ik van jullie graag of dat is wat jullie leuk vinden. En misschien binnenkort komen er ook nog een paar contests. Dus hou vooral de YouTube-kanaal in de gaten, want er komen een heleboel video's waarin je misschien wegpoints kan verdienen. En wat zijn wegpoints? Ja, die zijn op de website. Moet je maar kijken in de... Link van de video, beschrijving. Er staat een link naar de website waar je een account aan kan maken. Kan ik dit skippen toevallig? Waarschijnlijk niet, hè? Nee. Nou, dan kijken we dit gewoon even. Ik heb toevallig dit al gezien op een andere YouTube video van iemand. Dus ik weet hoe dit eruit ziet, maar ik heb geen idee hoe de game verder werkt, dus... Het ziet er wel vet uit hoor, op zich. Uh-oh. Oké, wat de hel? Wat is dit? Moet die kapot schieten? Ja, oké, goed om te weten. Ik heb geen idee wat ik hier moet doen eigenlijk, to be honest. Oh, dat staat bovenin. Ja, voor dead bite. Ja, dat lijkt me logisch. Oh, wat is dat onderin? XP? Is dat van alleen dit potje? Ik ben heel benieuwd. Ik denk het wel. Maar... Nogmaals jongens, ik heb alleen... De vorige game heb ik wel gespeeld. Ik vond het ook echt een leuke game. Ik heb hem alleen niet... heel veel gespeeld. Dus ik weet wel hoe die werkt en zo. Ik hoop deze game wel wat meer te spelen. Dus ik hoop dat jullie de video's leuk vinden. Dan kan ik er zoveel mogelijk video's van maken. Dus laat dat vooral weten in de reacties. Oh. Oké. Goed tapet. Oh, die bos. Die zijn ook wel leuk. Die zombies die herken ik ook nog wel. Het ziet er net wat anders uit dan de vorige game. Maar... Oh. Oké, lachen. Cool. Dan kunnen we ook gewoon voorbij lopen dan. Nou, oké, daar gaan we dan. Oké, dat kan ik wel toch. Volgens mij zit het expres heel makkelijk, denk ik. Hoeveel kogels heeft deze? 50, oké. Okay. Achoo.
Oh, weet je wat ik doe? Doe dit. Kom maar. Krijg ik hem nog dood? Krijg ik hem nog dood? Oh, net niet. Jammer. Ik dacht, misschien krijg ik hem nog net op tijd dood. Maar... nou, worden we omhoog gebeamd en dan... Het is wel grappig dat het ding er helemaal oud en kreukeld uitziet, maar toch heel futuristisch is, doordat hij omhoog kan beamen en zo, hoe die vliegt. Dus dat vind ik wel lachen. Town Hall. Oké. Welcome to the backyard, it used to be the nice. Somebody moved in next door. Oké, de rest heb ik niet meer kunnen lezen. Ik zat niet op te letten. Wel een mooie regenboog, dus hè, op zich. Oké. Oh, wat is dit? Oké, nou, we gaan... oh. Oké, dus de multiplayer port was voor multiplayer, dat ding. De garage is voor solo play quests. Oké, en de customization boot, dat is op zich wel simpel. Right, en wat is dit? Checkmail. Oké. Oh. Oké, cool. Oh, waar gaat dit heen? Oh, wat? Oké. Dit is geinig. Je kan hier gewoon dingen... holy shit. En daar krijg ik gewoon echt XP van. Oh, dit is wel een globaal level. Dat is wel vet. Cool. Gaat die nou automatisch ook weer dicht of iets? Ja, oké, cool. Dus dit was solo... dinges, solo play, multiplayer. Wat is dat uit op teken? Ik stem de lobby te verkennen, jongens. Zo excited, oké. Oké. Cool. World options. Holy shit, je kan echt heel veel meer met deze game dan de vorige. Dit is echt vet. Wat? Bovenaan heb je ook nog sterren. Regenboogsterren, gewone sterren en coins ofzo. Oké. Vet. Dit is vet zeg, holy shit. Sorry jongens, ik ben even versteld. Deze game is al 2 jaar oud volgens mij. Of bijna 2 jaar oud, ik weet het niet eens. Ik vind hem wel vet. Oké, ik ga eerst in ieder geval gewoon even wat proberen. YOLO. Dit zoeken we allemaal later wel uit. Ik ga gewoon eens even een missie proberen, jongens, en dingen. Peek inside. Oké. Find the hot dog stand. Incomplete. Oké. Moet hier naartoe? Denk ik dan? Oké. Daar is de hot dog stand. Nou, kunnen we wel, hè? Oké, rid of the zombies. Hoppa. Stiekem vind ik deze game zo geweldig, hè? Gewoon het schieten op die zombies, het hele idee ervan is al vet. Pick-up remote. Oké. Dan moet ik weer terug naar binnen. Prima, dat kan ik wel. Wat is dit ook weer? Ik weet niet wat het allemaal is. Oh ja, dit is healing. Wat is 1 dan? Oh, Growplant, dat is ook nog. Dat is super chill dat dat er nog steeds is, hè. Nice, dat vind ik echt wel vet. Let's go. Moet ik hier weer heen? Ook een garage door.
Oh, nice. Nu mag ik meteen naar binnen. Cool. Question 1. Are you a plant? And not a zombie. I'm a plant. Can you confirm you're not a piece of better toast? Okay. 3. What? Are you fond? Secret? Not sure, weet ik veel. Wat? Oké. What the hell? Oké, ik snap er echt niks van wat die gast zegt, maar oké. Oh, rewards 5000. Holy shit, je kan ook echt dingen krijgen. Oké. Oké, let's go. Leave quest. Gaan we deze maar doen. Nogmaals jongens, dit is gewoon mijn eerste indruk. Ik heb de game zelf nog nooit gespeeld. Dus het is gewoon echt hoe ik het voor het eerst zie. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Als jullie nog ideeën hebben voor wat ik anders moet opnemen, moet je het ook zeggen natuurlijk. Alle ideeën zijn van harte welkom. Dus, maar goed, ik moet even naar mijn objective toe. Let's go. Ik ben wel blij dat deze game trouwens heel makkelijk headshots te maken zijn. Dat is echt... Dat vind ik aan de ene kant heel jammer en aan de andere kant heel chill. Maar dat voelt gewoon lekker om alleen maar headshots te maken. Er is hier niks. Oké, ik ben onderweg. Oh, dit is grappig, want het zijn allemaal dezelfde maps, alleen dan door elkaar heen, voor zover ik het zie. Ik zie daar een gouden kist, wat is dat? Oké. Ja, mijn Engels is super slecht, jongens, dus ik ga het niet voorlezen, sorry. Wat de hel, geniaal. Oh, geest deze pakken, sorry man. Open chest. Oh, dat kost 3 dingen. Oh my god, wat de hel. Cool. Moet jou wel protecten natuurlijk, hè? Grumpy of Grumpy. Grumpy heet hij. Geniaal. Escort Grumpy Stumpy. Kom op, lopen man. Anders komen we er nooit natuurlijk. Oh joh, laat Grumpy Stumpy eens even met rust. Ja, ik kan je niet hitten als je... Goed zo. Hij is dood. Don't panic. Go on. Oké, waar nu heen? Escort Grumpy Stumpy. Let's go verder. Kan ik jou nou healen? Ik kan jou healen. Dat is chill. Uh-oh. Kunnen we die hebben, man? Weet het niet, hoor.
Vast wel, het is natuurlijk de eerste missie, dus dat doet vast wel. Oh, ik ben dood. Oh nee, sukkel. Oh, ik heb hem wel gekillt, die zombiebos. Respawn nou. Ben onderweg. Oh, weer een kist. Geen tijd voor. Moet Grumpy Stumpy helpen. Kom maar aan dan. Ik ben altijd te roekeloos. Ik wil dan, ja, weet je wel, die beam activeren. En dan doe je veel meer damage. Alleen ja, dan moet je wel blijven hier landen. Dan ga je hartstikke dood natuurlijk. Ik vind het zo vet, die map en dan die lobby daarbij. Ik vind het echt heel cool gedaan. Het ziet er ook echt heel leuk uit. Sorry jongens, ik ben gewoon heel erg onder de indruk van de game. Grumpy is happy, oké. Okay. Oké, ik heb 5000 coins. Dat is nice. Daar kan ik wel wat mee, toch denk ik. Geen idee wat ik er precies mee moet kunnen, maar... Wat is dit? 3 plus sticker shop. Use coins to get sticker packs. Stickers. Unlock new characters and customizations. Oké. Oh, deze ken ik nog wel van de vorige game ook. Plant reinforced. Cool. Dit vind ik echt heel vet. Holy shit. Oké, nou jongens, dit was hem weer voor deze game. Is gewoon mijn eerste indruk en ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. We gaan zeker meer opnemen, dat lijkt me hartstikke leuk. Enter Cannon, wat? Oh, wat? Oké, sorry jongens, ik ben weer afgeleid. Ik ga jullie allemaal vermoorden, jij met je krant, hè? Deze game is echt heel vet. Ik denk dat ik misschien nog wel aan wat mensen ga giveawayen. Dus jongens, volg vooral, doe gewoon abonneren. Kom in de Discord, klets lekker mee over de game. En eventueel over andere games. En dan zie ik jullie graag volgende keer weer, jongens. Later.